is een toelichting op het Digibord-gebruik en dan specifiek aan de hand van de 5 fasen volgens Beecham. Beecham? Er staat toch Beauchamp? Dat klopt, maar onze professor Gary Beecham komt uit Wales en niet uit Frankrijk. Vandaar dus Beecham. Hoe dan ook, hij is specialist op het gebied van onderwijs en ICT en dan met name digiborden. Hij onderscheidt 5 verschillende fases. Het begint met een leerkracht die zijn krijtbord vervangt voor een digibord, zonder dat hij daarbij wezenlijk iets anders doet. Hij schrijft zijn bord vol en hij veegt hem weer leeg. Een duur woord voor vervangen is substitueren en daarom spreekt Beecham hier over de substitutiefase. De stap daarna is dat de leerkracht erachter komt dat er speciale digibordsoftware bestaat, zoals deze van ProWise hier. Daarmee kun je veel meer dan alleen schrijven en leegvegen. Deze openbaring vindt plaats in fase 2, de lerende gebruiker. In de volgende fase voelt de leerkracht zich vaardig en comfortabel genoeg om ook externe online bronnen en tools toe te voegen aan zijn lessen, zoals video's van YouTube, Google Earth of andere diverse sites. En hij realiseert zich dat hij zijn lessen kan opslaan om ze later weer te gebruiken. Hij is nu een beginnende gebruiker. Vervolgens is de leerkracht in staat om extra leuke gadgets of hardware toe te voegen aan zijn digibord, zoals stemkastjes of een digitale microscoop. En hij weet experts op afstand door middel van videoconferencing uit te nodigen in zijn klas. Beecham spreekt nu over de gevorderde gebruiker. In de laatste fase is de leerkracht volledig vaardig en weet hij zijn digibord geïntegreerd en op verantwoorde wijze in te zetten in zijn onderwijs. Ook weet hij hoe hij zijn materialen en ervaringen kan uitwisselen met collega's, bijvoorbeeld door middel van online platforms als Wikiwijs, Schoolbordportaal en ProWise. Hij is nu de samenwerkende gebruiker. Deze opbouw van vaardigheden vindt vast niet bij iedereen lineair plaats. Misschien doe je wel dingen uit fase 4 en fase 2 in dezelfde les. Dat geeft helemaal niks, als je maar beseft dat het digibord een krachtige en veelzijdige tool is, waarbij je telkens moet afvragen wat je wanneer het beste kunt gebruiken. En als je iets niet weet, dan kun je altijd even spieken in de volgende fase. En dat is toch wel handig, van die Beecham. Waar ligt dat eigenlijk, Wales?